Ja, stop als scheidsrechter, is dat moeilijk? Aan de ene kant is het natuurlijk jammer. Ik had liefst fluitend afscheid genomen, maar door een blessure is dat niet gelukt. Eigenlijk is mijn hele carrière één hele mooie herinnering, waar ik ook heel trots op ben. Mijn eerste wedstrijd bij Ajax in de Arena. En mijn vader had ik mee en die is helaas overleden half december. Maar die zat wel op de tribune bij mijn debuut in de Arena. En dat was eigenlijk een heel mooi moment. Je hebt van alles verzameld. Ja, dat hoort bij een carrière, zeg ik altijd maar. Hè, waar je trots op bent. Ja, bij elke trip hoort er altijd wel een cadeautje, bij welke club je dan ook komt. Wat ik heel mooi vond, ik ben overal, ik heb in alle stadions mogen fluiten. Maar vierde man bij alle topwedstrijden geweest. Maar het mooiste was eigenlijk, en dat is toch wel iets speciaals, dat is het kleine dennenappeltje. Die krijg je ook als arbitrage dat je aanwezig bent geweest bij de finale. Ik ga mijn laatste wedstrijd op het Marvel toernooi fluiten en dat vind ik fantastisch. Ik heb echt jarenlang daar mogen fluiten. We maken er elk jaar weer een groot feest van. Daarnaast wordt er uiteraard wel serieus gevoetbald door de jongetjes. Ja, er komen fantastische ploegen. Dit jaar is Real Madrid, bijvoorbeeld Dortmund, Arsenal. Ik ben daar zeer dankbaar voor dat ik daar echt mijn laatste wedstrijd mag fluiten. Marvel toernooi is een hele speciale plek voor mij geworden en voor mijn familie. En ze noemen het ook, we zijn familie van elkaar. En ja, en zo voelt het ook.